sandaal gaan we maken vandaag. Dus dan ga ik het eerst even wassen. Gele splitterten. De erten, de gele erten worden nu gekookt. Als je niet wilt dat je pot overkookt, dan zet je een houten lepel op de pot. Dan kookt hij niet over. Het kookt. Water erbij, want het is wel bijna uitgedroogd. Gekookt water heb ik gezeten. Een beetje knoflook erdoor, zie je dat? Yes. Zo. Zo meteen komt er meer knoflook. Mag je blokjes? Twee? Ja. Er een beetje. Masala bij, niet veel, een beetje. Mooi. Zwarte peper. Beetje zout. Mm-hmm. En dan mag je nog een beetje koken. Even nog. Mag je doorkoken. Ik ga de knoflook en uien ga ik even frituren en dan gaat het door die gele erwten. Lekker mooi. Ik zet dan een lekkere smaak. Voor het fruiten van de knoflook en de ui, de witte ui, gebruiken we zonnebloemolie. Je kan ook peper erdoor snijden zetten, maar omdat de kinderen gaan eten, dat is niet peper erdoor. Een klein beetje komijn, niet veel. Een beetje kruiden. Het is al klaar. En dan gaat het door die dag. Die dal is ook al klaar. Dat was het. Als je dit recept ook gaat maken, eet smakelijk. Vergeet niet te abonneren, want er komen uiteraard nog een aantal recepten aan. En tot de volgende!